Rob van Gijzel treedt af als burgemeester van Eindhoven. Dat liet hij dinsdagavond weten aan de gemeenteraad. Hij stopt per september 2016. Wat hij dan gaat doen is nog niet duidelijk. Van Gijzel kondigt zijn vertrek ruim op tijd aan om daarmee de overgang soepel te laten verlopen. Van Gijzel is nu bijna acht jaar burgemeester van Eindhoven. In die periode heeft hij gestreden voor meer waardering van de stad en de Brainport-regio, die in 2011 werd uitverkozen tot slimste regio van de wereld. We hebben hier natuurlijk ontzettend hard gewerkt met de kennisinstellingen, de Fontis, um, ROC, maar vooral ook de Technische Universiteit en alle bedrijven. Dat zijn niet alleen de, alleen de grote zoals VI en Philips en DAF, maar het zijn ook al die toeleveranciers, want samen maken die de Brainport. Maar het betekent ook meer perspectief voor de toekomst, want het is wel gewoon een wereldwijde erkenning. Je bent de slimste regio van de wereld. Ook de economie en veiligheid waren belangrijke punten voor hem als burgemeester. Zeker nadat Eindhoven werd uitgeroepen tot onveiligste stad, moest er iets gebeuren. Roofovervallen, woninginbraken, um, huiselijk geweld, dus echt geweldsmeerderijen, jongeren, um, uh, dus jeugdcriminaliteit, jeugdgroepen. Uh, daar hebben we prioriteit aan gegeven. Die cijfers zijn er eigenlijk allemaal wel stevig of heel stevig omlaag gegaan. Dus daar mogen we best tevreden over zijn. Van Gijzel was ook een burgemeester die verder keek dan de stadsgrenzen. Landelijke en ook internationale problemen werden besproken vaak tijdens de defilé toespraak. Dit jaar was er bijvoorbeeld aandacht voor het vluchtelingenprobleem. Hoe wanhopig zou u zijn? Dat vraag ik hier aan de vaders en de moeders die hier staan. Hoe wanhopig zou u nou moeten zijn om met uw kinderen die u lief zijn. in een krakkenmikker rubberbootje te stappen. en een zee over te steken? Hoe wanhopig moet je dan zijn? Het zijn dramatische beelden die we zien: beelden van onmenselijkheid. en beelden die de mensheid eigenlijk moet doen schamen. Enkele andere stokpaardjes waarmee Van Gijsel op de voorgrond trad. waren de regulering van de wietteelt, de groei van Eindhoven naar 300.000 inwoners. En het promoten van het kiezen van een technische opleiding op basis- of middelbare scholen.